إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فوضتك إن شاء الله تعالى de lezing begint wil ik mijn geliefde broeders adviseren om zoveel mogelijk naar voren te komen. Ik ga inshallah ta'ala een overlevering noemen waarom men zoveel mogelijk bij de broeders moet komen, bij de moslims moet komen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ging op een dag weg met de metgezellen radiyallahu anhum wa ardahum. En toen zij een plaats namen om uit te rusten, zag de profeet sallallahu alayhi wa sallam de metgezellen overal in groepjes zitten. Drie daar, twee daar, vier daar. Verschillende groepjes, verschillende plekken. We weten allemaal dat onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de openbaring kreeg van zijn Heer. Omdat Allah subhanahu wa ta'ala in zijn boek zegt, in surat Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Oftewel, en hij spreekt niet vanuit zijn begeerten, het is slechts de openbaring die hij geopenbaard heeft gekregen. Sallallahu alayhi wa sallam. Dus toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat zag, bij de sahaba, bij de metgezellen, zei hij tegen de sahaba, inna tafarruqakum hadha min ash-shaytan. Hetgene waarmee jullie bezig zijn, dat jullie uit elkaar zitten, is afkomstig van de satan, wa'ayyadu billah. Van de shaytan. Want de shaytan, wa'ayyadu billah, zorg ervoor dat de moslims uit elkaar gaan. Dat er minder liefde en genade tussen de moslims bevindt. Toen de sahaba radiyallahu anhum, de metgezellen, dat hoorden van de profeet. Ze gingen zich haasten om zoveel mogelijk bij elkaar te zitten. Dat de sahabi, dat de metgezel radiyallahu anhum, zelf zegt. We zaten bij elkaar op een kleedje samen. Ze zaten allemaal bij elkaar op één kleedje.
Helemaal bij elkaar, geplakt aan elkaar. Waarom? Kijk, de gehoorzaming van de metgezellen jegens de boodschapper van Allah sallallahu alayhi wa sallam. Dan is de vraag, waarom heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat gezegd? Als we kijken naar de vrijdagspreek, wat een verplichting is om bij te wonen voor de mannen. Waarom moeten de moslims bij elkaar komen? De geleerden zeggen dat een van de wijsheden die erachter zit, dat het bijkomen van de moslims bij elkaar genade brengt, broederschap brengt. Dat ze juist meer liefde voor elkaar gaan creëren, gaan opwekken, gaan opbouwen voor elkaar. Zodat ze ook dezelfde doelen krijgen, het goede voor elkaar gaan wensen. En de islam is gekomen met de eenheid. Dus de vrijdag bij elkaar komen. En als we kijken naar de Eid, naar de feesten die de moslims hebben. De moslims hebben maar twee feesten per jaar. Eid al-Fitr en Eid al-Adha. En het behoort tot de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat het gebed van een Eid verricht moet worden in een musalla. Dat wil zeggen dat het niet in de moskeeën verricht wordt, maar in een open plek, zodat het mogelijk is voor alle moslims om bij elkaar te komen in één plek om het gebed samen te verrichten. Dus laten we zeggen, als we een stad hebben, dan is het verstandig dat wij een plek gaan kiezen en dat al die moslims bij elkaar komen en dat ze het gebed samen gaan verrichten. Waarom? Zodat de moslims minimaal twee keer per jaar bij elkaar komen, elkaar leren kennen. De eenheid vormen waarmee de islam is gekomen. En ook bij Eid al-Fitr of Eid al-Adha. Dus we hebben de islam, twee feesten zoals ik al zei. Eid al-Fitr op 1 Shawwal als de Ramadan beëindigd is. En ook op de 10e van Dhul-Hijjah, Eid al-Adha. Wanneer men de bedevaart beëindigt, is de Eid al-Adha. En als we kijken naar de hajj, dat men minimaal één keer in zijn leven de hajj moet verrichten. Dan komen zoveel mensen bij elkaar in de hajj. Miljoenen mensen komen bij elkaar. Dat is de eenheid die de islam wil vormen. Dat mensen, zoveel mensen bij elkaar komen, elkaar gaan leren kennen. Dat is hetgene wat de islam wil. Omdat ze juist het goede voor elkaar wensen. Voor degene die ooit naar de Hajj zijn geweest, of naar de Umrah zijn geweest, je komt zoveel mensen tegen, van verschillende streken, van verschillende werelddelen. En soms komt het wel eens voor dat ze niet eens dezelfde taal spreken. Dat ze niet eens elkaar kunnen verstaan. Waarom? De eenheid voor mij. De genade voor elkaar, de liefde voor elkaar, dat is wat de islam wil. En daarom is het een advies voor jullie, en ook voor mezelf. Als jij een zitting van kennis wil bijwonen, dan zorg ervoor dat jij zo dichterbij mogelijk wat bij de spreker komt. Want het is iets wat jij nodig hebt. Dat jij zo dichterbij mogelijk gaat zitten en geconcentreerd gaat luisteren. Niet wat sommige mensen doen. Hij zit bij een zitting van kennis, maar hij speelt met zijn computer en met zijn telefoon. Hij zit te sms'en, te whatsappen. Zijn gedachten zijn ergens anders. Nee. Als jij naar de lezing komt, zorg ervoor dat jij andere zaken vergeet. Hetgene wat hier zich bevindt, dat is hetgene waarvoor je komt. En dat moet je juist geconcentreerd aannemen. Dat je dat ontvangt. Hoop het luisteren. Naar de spreker. Nou, ik hoop inshallah ta'ala dat jullie ook dat gaan omzetten inshallah ta'ala in de praktijk en gaan praktiseren inshallah ta'ala. Mogen Allah zowel mij en jullie daar naartoe leiden. Zoals jullie allemaal weten, ga ik het over het tawbah hebben of terugkeren naar Allah. Als we kijken naar de lezing die broeder Al-Sami' heeft genoemd over de dood, dan beseffen we allemaal dat niemand van ons weet wanneer zijn sterftijd aanbreekt.
Niemand van ons weet wanneer Allah subhanahu wa ta'ala de engel des doods een bevel gaat geven om jouw ziel te gaan ontnemen. Dat weet niemand. En als men dat niet weet, dan is het ook noodzakelijk dat jij je gaat haasten om terug te keren naar de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Om het goed te maken met jouw Heer, met jouw schepper Allah subhanahu wa ta'ala. Voordat het te laat is. Voordat het te laat is. Het goed maken met Allah. As-sulhu ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Want we weten allemaal dat het wereldse een tijdelijke bestemming is. Daarom dunya is een tijdelijke bestemming. Of een tijdelijke plaats. Maar het hiernamaals is pas de eeuwige leven. De ware leven. Dan moeten wij weten dat het terugkeren naar Allah niet een aanbevolen zaak is. Dus als men wil terugkeren naar Allah, dan doet hij dat. En als men dat niet wil, dan is het geen probleem. Dan is het geen probleem. Dan kan het jou niet schaden. Zo is het niet, mijn broeder in de islam. En mijn zuster in de islam. Luister goed naar de volgende vers. Waar Allah subhanahu wa ta'ala in zegt. Ya ayyuhalladhina amanu. Tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Asa rabbukum. En yukaffira ankum sayyiatikum. Wa yudkhilakum jannat. جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اختبار الله سبحانه وتعالى زيخ. Interpretatie van de betekenis. O jullie die geloven. De salaf. De vrome voorgangers hebben gezegd. Als men een vers tegenkomt in de Koran. Wat begint met de volgende woorden. Ya ayyuhalladhina amanu. O jullie die geloven. Dan hoort men zijn oren open te maken. Zijn hart open te slaan. Want het is een zaak wat goed voor je moet zijn, wat jij hoort na te komen. Het is een goede zaak wat jij moet nakomen, of het is een slechte zaak wat jij hoort te vermijden. Dus als je hoort, o jullie die geloven, ga aandachtig luisteren. En ga je hart openslaan. En ga goed luisteren. Want het kan een zaak zijn. Wat jij moet nakomen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Of een zaak zijn wat jij hoort te vermijden voor Allah subhanahu wa ta'ala. O jullie die geloven. Keer terug. Berouwvol tot Allah subhanahu wa ta'ala. Tubu ila Allahi. Oftewel met oprechte berouw. Het tawba nasuh. En als we kijken naar de context. Dan is het een bevel van Allah subhanahu wa ta'ala. O jullie die geloven, keer terug tot Allah subhanahu wa ta'ala met oprechte berouw. Dan hebben de geleerden gezegd dat het een verplichting is voor elke moslim om berouwvol te tonen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dus het verrichten van berouw of berouwvol te keren naar Allah is een verplichting voor elke moslim. Dat hoor jij te weten. Elke moslim hoort te weten dat het hier gaat om een verplichting. Wat wij moeten nakomen. Wat wij moeten verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala. En dat men ook beseft en weet. Dat als men dat nakomt. Dat het ook hetgene is. Wat hem kan baten. Zowel in het wereldse als in het hiernamaals. Terug te keren naar Allah subhanahu wa ta'ala. Naar de pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Naar de welbehagen van Allah.
Naar de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Naar hetgene wat ons tot welslagen kan brengen. Wat ons kan baten. Hetgene wat elke moslim gelukkig maakt. Zowel in het wereldse als in het hiernamaals. Dus het is een verplichting voor elke moslim. En als men dat doet, dat hij moet weten dat hij dat doet omdat hij de tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala wil behalen. Omdat hij ook de weg van de profeet sallallahu alaihi wasallam wil bewandelen. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in de overlevering: Wallahi, inni la atubu ila Allahi, aw la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marrah. De profeet sallallahu alaihi wasallam, onze geliefde profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, hij zegt, de vertaling daarvan, bij Allah, ik verricht of ik vraag vergeving aan Allah subhanahu wa ta'ala en ik toon brouw voor Allah meer dan 70 keer per dag. Dan is de vraag, als onze geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam meer dan 70 keer per dag vergevenis vraagt en brouwvol verricht voor Allah subhanahu wa ta'ala, hoe vaak moeten wij dat doen? De profeet sallallahu alaihi wasallam, al zijn voorgaande zonden zijn vergeven en ook de komende zonden zijn allemaal vergeven door Allah subhanahu wa ta'ala. Terwijl wij dag en nacht continu bezig zijn met het zondige, wa'iyadu billah. De meeste van ons zijn alleen maar bezig met zonden, wa'iyadu billah. Dus het is een verplichting. En dat heeft elke persoon nodig. Wat wij moeten weten, dat elke persoon de tauba nodig heeft. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. De vertaling, interpretatie van de betekenis. En wie de tauba niet verricht, de brouwvol niet toont voor Allah, niet verricht voor Allah subhanahu wa ta'ala, hij behoort tot de onrechtplegers. De geleerden hebben gezegd dat Allah subhanahu wa ta'ala in dit vers de mensen naar twee categorieën heeft verdeeld. Mensen die brouwvol tonen voor Allah en mensen die onrechtplegers zijn. Als jij de tauba verricht voor Allah subhanahu wa ta'ala, dan ben jij goed bezig. Als jij geen tauba verricht, dan ben jij onrecht bezig. Onrecht aan het plegen, wa'iyadu billah. Al-zalim. Want ik heb gezegd dat elke persoon de tauba nodig heeft. Dan moet je heel goed nadenken. Waar wil je jezelf plaatsen? Of tot welke groep behoor jij? Behoor jij tot mensen die tauba verrichten? Die terugkeren naar de weg van Allah subhanahu wa ta'ala, naar de tevredenheid van Allah, naar de welbehagen van Allah? Of ben jij een persoon die onrecht pleegt, wa'iyadu billah? Jegens jezelf, tegenover jezelf. Want hetgene waarmee je bezig bent, gaat jou schaden. Gaat jouw leven vernietigen. En ook jouw hiernamaals vernietigen. Wa'iyadu billah. Nou. Dus er bestaat geen andere groep. Er bestaat geen derde categorie. En daarom hoor je jezelf te haasten. Om berouwvol te tonen voor Allah subhanahu wa ta'ala. Voordat het te laat is. Heel veel mensen. Heel veel jongeren zeggen: ik ben nog jong. Laat me nou genieten van het leven. En als ik nou 40 jaar ben, of 50 jaar ben, dan ga ik de bedevaart verrichten. Dan ben ik een hajj geworden. Dan ga ik alleen maar goede daden verrichten naar de moskee. En verschillende goede zaken doen. Koran reciteren, lezingen bijwonen, van alles doen. Laat me eerst genieten. Dan is de vraag: wie kan jou de zekerheid geven dat jij nog tot die tijd gaat leven? Want de geleerden hebben gezegd dat de dood geen bepaalde leeftijd kent. Geen bepaalde ziekte kent. Geen bepaalde tijd kent. Of je nou oud of jong bent. Of je nou hier leeft of ergens anders.
jij kan ook het wereldse verlaten. En daarom zeggen de geleerden, het uitstellen van Toba is ook een zonde. Het uitstellen van, de Toba is ook een zonde. Dus als men zegt, ik ga volgende week Toba verrichten. Ik ga volgende maand Toba verrichten, dan is het een zonde. Of sommigen zeggen, de aanstaande Ramadan, inshallah. Sommigen zeggen, als ik getrouwd ben. Sommigen zeggen, als ik kinderen heb. Als ik een vaste baan heb. Als ik mijn diploma heb gehaald. Dat zijn allemaal de uitspraken van de shaitan. Want hoeveel van die jongeren die het wereldse hebben verlaten, en ook van de ouderen, die hadden ook bepaalde wensen. Hebben zij al hun wensen vervuld? En het wereldse? Nee. De meeste niet. Dus jij ook niet. Zorg ervoor dat jij deze uitspraken van de shaitan niet gaat volgen. Deze valse influisteringen van de shaitan niet gaat volgen. En meteen de toba verrichten. Heel veel mensen zeggen, maar we doen niks. Alhamdulillah doen we niks. En ik heb net de vers genoemd dat Allah subhanahu wa ta'ala de mensen in twee categorieën heeft verdeeld. Of je gaat de toba verrichten, of jij bent onrecht bezig. Onrecht bezig. Dat jij onrechtvaardig bent jegens jezelf. Een onrechtpleger, wa'adhu billah. En de toba kan te maken hebben met het nakomen van de verplichtingen die jij ging verwaarlozen. Hoe vaak zien we onze broeders en zusters de verplichtingen verwaarlozen? En hoe vaak zien we van onze geliefde broeders en zusters verschillende soorten zondes verrichten? De geleerden zeggen dat men eerst met de tawhid moet beginnen. Dat men de tawba moet verrichten wat te maken heeft met de tawhid. Het nakomen van de tawhid en het vermijden van de shirk. Het begint met de tawhid. Tawba verrichten keert terug naar Allah subhanahu wa ta'ala wat betreft de tawhid. Dat jij geen ongeloof verricht. Geen grote ongeloof, geen kleine ongeloof. Geen grote afgoderij, geen kleine afgoderij. Hoe vaak zien we bij onze broeders en zusters bepaalde kittingen dragen, bepaalde amuletten dragen, dat ze vanuit gaan dat het misschien boze oog tegenhoudt. Van zulke onzin. Allemaal bijgeloof. Het is een normale zaak. Of dat ze met een schepsel gaan zweren. En dat het gewoon een normale zaak wordt. Dat zijn allemaal zaken van de tawhid wat men hoort te vermijden. Dus het begint bij het verrichten van de tawa wat betreft de tawhid zaken. Dat je dat nakomt. Het vermijden van ongeloof, van afgoderij. En daarna wat betreft de zware zonden. Hoe vaak zien we onze broeders en zusters, of sommige broeders dan, alcohol drinken voor de herbina. Dat is een zware zonde. Of zina plegen wat een normale zaak is geworden. Ontucht plegen voor de herbina is een normale zaak geworden bij heel veel jongeren. Van onze broeders en zusters. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons beschermen. Dus deze zaken moeten wij vermijden. Niet dat men zegt, ja maar wat moet ik doen? Ik ben verslaafd. Als jij dan aan de dood denkt, stel je voor, terwijl jij bezig bent met het ontucht plegen, dat Allah subhanahu wa ta'ala een bevel heeft gegeven aan zijn engel om jouw zin te ontnemen. Dan zul je yawm al-qiyamah in zo'n toestand bij Allah subhanahu wa ta'ala terechtkomen. Wie zal zo'n toestand voor zichzelf wensen? Niemand. En zeker niemand. Want niemand weet hoe zijn eindbestemming Zal eruit zien. Niemand van ons. Wat is jouw gatima? Wat is jouw einde? En daarom zeggen de geleerden, hetgene wat men vaak doet, dat is hetgene wat in de meeste gevallen eigenlijk ook het einde is van een persoon. Dus als men vaak bezig is met het zondigen, dan is het ook een grote kans dat jouw leven zo eindigt. Het is niet dat men zegt, ja, ik doe mijn best, maar ik hoop inshallah dat ik een goede einde zou krijgen. Maar hoe? Je bent alleen maar bezig met het zondigen.
Met het ongehoorzamen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dus eerst beginnen met het tawhid. Vermijden van ongeloof en afgoderij. En daarna vermijden van zware zonden. Het kan. Een verplichting wat jij verwaarloost. De gebeden. Het gebed is een verplichting. De tweede zaal van de islam. Wat heel veel jongeren zijn vergeten. Hebben verwaarloosd voor de billah. En dat zijn alleen maar achter de verlangen van de shaitan zijn gegaan. Achter de verwelpelijke zaken zijn gegaan. Achter de munkarat, de shahawat. Terwijl zij weten dat zij ooit yawm al-qiyamah terugkeren bij Allah subhanahu wa ta'ala. En dat de verrekening plaats gaat vinden. En dat zij beoordeeld worden door Allah subhanahu wa ta'ala. Wat zul jij tegen je hier zeggen, yawm al-qiyamah? Wat ga je tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeggen? Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons allemaal met verschillende gunsten begunstigd. Gunsten die wij kunnen zien en die wij ook niet kunnen zien. Dan gaan wij, ul'iyadu billah, Allah subhanahu wa ta'ala ongehoorzamen middels zijn gunsten die hij aan ons heeft gegeven. Want een persoon die zina, ul'iyadu billah, gaat plegen, ontucht gaat plegen, dan pleegt hij de zina met de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Een persoon die ook alcohol gaat drinken, ook precies hetzelfde. Een persoon die gaat stelen, ook precies hetzelfde. De gebruiken, de ledematen die Allah subhanahu wa ta'ala aan jou heeft gegeven, om een zonde te verrichten. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala zegt, wala in shakartum la azidannakum. Als jullie Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar zijn voor de gunsten waarmee jullie begunstigd zijn, dan zullen de gunsten zich vermeerderen. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala de gunsten, zijn gunsten, vermeerderen. Wat doen wij dan? Zijn wij Allah subhanahu wa ta'ala dankbaar voor de gunsten? Dus vermijd elke soort zware zonde. De gebeden op tijd verrichten. Niet dat men zegt, maar ik ben op school. Ik ben in het werk. Ik heb stage. Ik kan nergens werken. Ik kan geen baan vinden. Maar jij bent wel, je beseft wel dat jij een dienaar bent van Allah. Niet een dienaar bent van dirham en dinar voor het wereldse, ul'iyadu billah. Dus in welke tijd dan ook ben jij verplicht om de gebeden na te komen. Want we weten allemaal, als het niet toegestaan was om het gebed uit te stellen of samen te voegen tijdens oorlog, tijdens de jihad, dan zou het niet in andere gevallen mogelijk zijn. Niet dat men zegt, ik ben in het werk. Tijdens de jihad heeft Allah subhanahu wa ta'ala de strijders niet een uitstel gegeven. Of de mogelijkheid gegeven om de gebeden in de avond samen te voegen. Dus de tawbah verrichten, terugkeren naar Allah door het nakomen van gebeden. Op tijd verrichten van de gebeden. Vooral voor de broeders in de moskee. Zodat je jouw broeders tegenkomt. Zodat je de eenheid van de islam vormt. Zodat jij je broeders meer lief had hebben. Meer genade voor elkaar. Hetzelfde doelen zou hebben. Jouw broeder zou steunen en helpen. En ook wat betreft de zusters. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de zuster, de vrouw, bevelen om de hijab te dragen. En als een vrouw de hijab niet draagt, dan begaat ze een grote zonde, wal'iyadu billah. Niet dat men zegt, wal'iyadu billah, zoals die jongeren van tegenwoordig. Ik ben er nog niet klaar voor. Als we het hebben over tauba, dan kan geen enkele vrouw zeggen, ik ben er nog niet klaar voor. We hebben het over tauba. Het niet dragen van de hijab is een grote zonde, is een zware zonde, wal'iyadu billah. Stel je voor dat zo'n vrouw komt te sterven. Omdat ze yawm al-qiyamah komt bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen jou. Ik heb je zoveel gunsten gegeven. Zoveel organen gegeven. Een mooi lichaam gegeven. En verstand gegeven. Je hebt alles gehoord. Zoveel preken bijgewoond. Zoveel lessen bijgewoond. Zoveel lezingen bijgewoond. Zoveel vermaning gehoord. En toch ga jij de hijab niet dragen.
Wat zou zo'n vrouw kunnen zeggen? Ja, de meeste meisjes van mijn tijd, die droegen ook geen hijab. Zou ze dan gered worden, Yom Kiyama, door zo'n uitspraak? Helemaal niet. Helemaal niet. En daarom zeggen de geleerden dat men niet de meerderheid moet volgen. Dat men niet de valsheid moet volgen. Volg de waarheid. Al zie je heel weinig mensen de waarheid presenteren. Want dat is hetgene wat vaak voorkomt in de Koran. Want dat in de meeste gevallen de minderheid achter de waarheid staat. Dus verricht de tauba en ga de hijab dragen. En niet wat sommige meisjes van tegenwoordig ook doen. Ga de hijab dragen. Ga snel ergens een sjaaltje kopen en via haren snel bedekken. Een hijab van Iqra of een hijab van Dirk van Broek. Dat is niet een hijab. Omdat men zoveel kleuren gaat dragen, zoveel kledingstukken gaat dragen. En dat de vrouw zich juist meer mooier maakt. Dat zij echt zoveel opvalt, wa'ala billah. En dat is niet een hijab. Dat is niet een hijab. Want een hijab moet juist de schoonheid van de vrouw bedekken. Dat ze juist meer aandacht gaat trekken als ze naar buiten loopt. Want zelfs dat voor de zuster is het verboden om parfum te dragen als ze, of te spuiten als ze naar buiten gaat. Het is haram. Waarom? Zodat de mannen niet de geur van haar parfum kunnen ruiken. Laat staan dat ze lichaamsdelen gaat laten zien. Dat ze de vorm van de bepaalde lichaamsdelen gaat laten zien. Om bij te horen. Dus verricht de tauba. Keer terug naar Allah subhanahu wa ta'ala. Dat zijn allemaal zware zonden. Naam. En ook roken is ook een zware zonde. Roken is ook een zware zonde. Niet dat men zegt, maar het is makroe. Waar staat dat het makroe is? Alles wat echt bewezen is, dat het echt slecht voor je is, is verboden, is haram. Dat mogen wij niet doen. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou een lichaam gegeven, dat je gezond bent. Heeft jou geld gegeven. Er zijn zoveel arme mensen die niet eens brood kunnen hebben. Niet eens water kunnen hebben, schone water kunnen hebben. Niet eens kleren kunnen hebben, onderdak kunnen hebben. Omdat jij dagelijks 20 euro, 10 euro verspilt aan schijnt. Terwijl wij zullen zien, het is dodelijk. Het is dodelijk, maar toch geef je geld om jezelf te doden. Dus Yawm al-Qiyama, als jij bij Allah subhanahu wa ta'ala komt, Allah subhanahu wa ta'ala gaat jou vragen. Ik heb jou deze gunst gegeven, geld gegeven. Wat heb je daarmee gedaan? Heb je het als donatie gegeven aan een moskee? Of aan weeskinderen, of aan de armen, aan de behoeftigen? Of heb je juist de gered ermee gekocht? Durf je zoiets tegen Allah subhanahu wa ta'ala te zeggen, Yawm al-Qiyama? Helemaal niet. En mensen die roddelen. Over iedereen gaan ze roddelen. L'ghiba verricht door de billah. En de l'ghiba, die beschrijving daarvan, de professor Aslam zei, zikruka haka bima yakra. Hetgene wat jouw broeder verafschuwt, dat is de l'ghiba. Als jij dat noemt, terwijl hij niet aanwezig is, dan heb jij een l'ghiba verricht. Dan ben jij aan het roddelen. Dan zeggen sommige mensen, maar ja, dat doet hij ook. Als hij dat doet, dan is het de l'ghiba. Maar als hij dat niet doet, dan ben je ook aan het liegen. Dan ben je ook al buhtan aan het verspreiden. Zaken aan het verspreiden die leugens zijn. En daarom zeggen de geleerden. Als jij toch over een persoon wil roddelen, dan is het beter dat men over zijn ouders gaat roddelen. Wil jij toch graag roddelen? Vind je het zo leuk en gezellig om over mensen te gaan roddelen? Ga liever over je ouders zoddelen. Want dan ga jouw al-hasanaat naar je ouders. Je wilt toch niet jouw al-hasanaat aan een persoon geven die jou niet lief heeft? Dat wil niet zeggen dat men toch gaat roddelen over zijn ouders. Maar dat men juist zijn verstand gaat gebruiken. Want als jij over een persoon gaat roddelen, dan gaat hij jouw al-hasanaat krijgen. Voor je eigen liefde. Of als jij jouw al-qiyama komt daar, waar de rechtvaardige is, Allah subhanahu wa ta'ala, dan zegt die persoon tegen jou, ik wil nu
zoveel miljoenen hasanat of duizenden of zelfs meer. Want jij hebt over mij geroddeld in het wereldse. Ja. Wat ga jij dan zeggen? Je kan geen nee zeggen. Want de verrekening gaat plaatsvinden. Yawm al-Qiyam. Dan gaat hij zoveel hasanat van jou afpakken. Oftewel, ja, zoveel hasanat. Maar stel je voor, dat jij toch een persoon was die helemaal geen hasanat had. Dan zegt hij, is geen probleem. Alles is op te lossen. Pak maar duizenden sayyat van mij. Dan ben ik ook van ze af. Ga je dan zeggen, nee, ik wil ze niet. Nee, ik kan niet weigeren. Dus ga goed nadenken. Waarom gaat een persoon over een persoon roddelen? Waarom? Dat heb je toch niet nodig? Ga niet over personen roddelen, want het is een zware zonde. En ook niet liegen. Liegen is ook haram. Liegen is ook een zware zonde. Dus al deze zaken die ik had genoemd en ook andere zaken wat jullie zelf ook weten, zijn allemaal zware zondes wat wij moeten vermijden. En dat wij tauba moeten verrichten. Tauba moeten verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala. En ook als het gaat om kleine zonden, moeten we ook de tauba verrichten voor Allah subhanahu wa ta'ala. Van elke zonde dan ook. Niet dat men zegt, maar het is een kleine zonde, is geen probleem. Een kleine zonde, nog een kleine zonde, nog een kleine zonde. Als we kijken naar een berg, een grote berg, laten we zeggen, berg Uhud van de Medina. Het bestaat uit kleine steentjes. Maar het is uiteindelijk wel een berg, grote berg. En zo begint het ook bij de zondes. En daarom heeft een vrome voorganger gezegd, een mooie uitspraak. لو وضع في بيتي بكل ذنب اقترفته حجرا ما بقي في بيتي موضع قدم. Als er in mijn huis een steen wordt gezet of neergelegd, bij elke zonde die ik verricht, dan zou er geen enkele plek overblijven in mijn huis. Het zijn zoveel zondes, want wij plegen dagelijks. Het is een normale zaak geworden. Het is een gewoonte geworden. Wat wij niet moeten ontkennen. De meeste van ons. Dus hij zegt, dan zal er helemaal geen plek overblijven. De zondes zijn zoveel. Het zijn wel kleine zondes, maar uiteindelijk. Wat heeft ook invloed op je hart? Nou, dus ga niet zeggen, het is een kleine zonde. Want de shaitan begint ook daarmee. Gaat jou eerst uitnodigen naar het verrichten van een kleine zonde, vervolgens een grote zonde, vervolgens grote koffer, het ongeloof, een foderij. En vervolgens treed je buiten het geloof, dan zegt hij, sorry, ik heb niks gedaan. Zoek het maar zelf uit. En dat is ook hetgene wat hij Yawm al-Qiyamah gaat zeggen, tegen jou, tegen de zondaar. Ik heb niks gezegd. Heb ik jou gedwongen? Je hebt mij zelf gevolgd, met je eigen wil. Terwijl jij wist dat ik een vijand ben voor jou. Terwijl wij allemaal kennis hebben hierover. En toch doen we dat. Dus daarom horen wij tauba te verrichten. Ook voor elke kleine zonde. Dat men zegt, is geen probleem. Maar daar begint het mee. Ga niet zeggen, is geen probleem. Want daarom zeggen de salaf. Kijk niet naar de grootte van een zonde. Of het nou een kleine zonde of een grote zonde. Kijk naar wie je ongehoorzaam bent. Wie ben jij aan het ongehoorzamen? Dat is Allah subhanahu wa ta'ala, de geweldige, de alwetende, de alziende, de alhorende, subhanahu wa ta'ala. Dus kijk niet naar een zonde, het is een kleine zonde. Maar jij bent jouw Heer, de schepper van de hemel en de aarde, en het zondige, en het ongehoorzame, wa'a'adhu billah. Dus al deze zaken moeten wij vermijden. Vervolgens komen we bij de voorwaarden van tauba. Want elke persoon kan zeggen, ja, ik heb brouw getoond. Brouwvol getoond. Voor Allah subhanahu wa ta'ala. Of tauba verricht. Maar daarom hebben de geleerden de Koran en de Sunna bestudeerd. Ze gingen zoeken naar de voorwaarden van tauba. Dus als het gaat om een geweldige zaak, dan zijn er in de meeste gevallen ook voorwaarden aan verbonden. Die een persoon moet nakomen. De eerste voorwaarden wat de geleerden zeggen of noemen,
dat men de ikhlas moet hebben. De ikhlas moet hebben en het verrichten van de tauba. Dat doe je voor wie? Dat doe je voor Allah subhanahu wa ta'ala. Omdat jij de verplichting wil nakomen. Omdat jij jouw Heer wil tevreden maken. Omdat jij de voetsporen van Allah subhanahu wa ta'ala wil bewandelen. Dat is de ikhlas. Je doet het voor Allah. Voor de tevredenheid van Allah. Voor de welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Want heel veel mensen, laten we zeggen, als men arm is, men kan geen alcohol kopen, of misschien geen sigaretten kan kopen, misschien kan men geen zina plegen, ontucht plegen als men dat doet met geld. Dan doet men dat niet. Maar heeft hij dat verlaten voor Allah? Met angst? Met ontzag voor Allah subhanahu wa ta'ala, omdat hij ontzag had jegens zijn Heer, Allah subhanahu wa ta'ala? Nee, omdat hij niet in staat was om die zonde te verrichten. En als hij weer geld heeft, bezittingen heeft, dan gaat hij dat ook doen. Want laten we zeggen, als een persoon wil inbreken bij een bank, en het is hem niet gelukt om binnen te komen, om wat geld mee te nemen, en hij gaat naar huis. Heeft hij gebroken, wat meegenomen? Nee. Heeft hij de tauba verricht? Heeft hij dat gelaten? Omdat hij ontzag had voor Allah? Nee. Omdat hij niet naar binnen komt. Dus de ikhlas hebben bij de tauba. Dat jij dat doet voor Allah subhanahu wa ta'ala. Voor niemand anders. Voor Allah subhanahu wa ta'ala alleen. En de tweede zaak. En nadam, oftewel al-iqla'. Dat men afstand neemt van de zonde. Dat men afstand neemt meteen, gelijk afstand nemen van de zonde, van de verboden zaken. Of dat hij meteen ook de verplichte zaken wat hij verwaarloosd heeft, in het verleden nakomt. Meteen. Niet uitstellen. Want ik zei, uitstellen is ook een zonde. Niet dat men zegt, ja, maar ik heb het al. Dus laten we zeggen, haram geld of iets anders. Ik heb het al, totdat het op is. Laten we zeggen, ik heb een paar flessen alcohol gekocht. Ja, maar het is, islam is ook tegen het verspellen van zaken, toch? Dus eerst opmaken. Of ik heb een paar jointjes gekocht. Eerst opmaken, en daarna ga ik de tauba verrichten. Dat kan niet, dat bestaat niet. Meteen stoppen met zonde. Meteen stoppen van zonde. Dus het tark... En vervolgens ook de nadam. Spijt hebben vanuit je hart. En daarom zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En nadam u tauba. Het spijt wat jij hebt in je hart. Is ook een tauba. Wat jij verricht voor Allah. Subhanahu wa ta'ala. Want daar begint het met nadam. Als een persoon geen spijt heeft. Dan wil de hele dag blijven zeggen. Ik ben tauba aan het verrichten. Ik stop met de zonde. Maar Allah subhanahu wa ta'ala. Weet. Wat een persoon in zijn hart heeft. Is nadam vanuit je hart. Spijt hebben. En ook al-azm. Vastberadenheid hebben. Om niet terug te keren naar dezelfde zonde. Je best doen. Om niet naar dezelfde zonde terug te keren. Omdat jij Allah vreest. Omdat jij de bestraffing van Allah vreest. Omdat jij denkt aan de verrekening die plaats gaat vinden. Yawm al-qiyam. Wanneer de beoordeling die plaats gaat vinden. En ook de laatste voorwaarde wat ik ga noemen. Als het gaat om rechten van anderen. Van de mede-moslim dat jij dat ook teruggeeft. Als het gaat om bezitting, om geld, bepaalde rechten. Dan hoor je dat ook terug te geven. Zolang het nog kan in het wereldse leven. Of als een persoon over een ander heeft geroddeld. En die persoon weet het niet. Dan hoor jij de dua voor die persoon te verrichten. Vergevenis te verrichten. Voor die persoon. Allah te smeken om hem te vergeven. En dat jij ook de juiste zaken, de goede zaken van die persoon, bij dezelfde mens gaat noemen. Dat zijn een van de voorwaarden. Want het gaat nu om rechten van anderen. Want als het gaat om zaken tussen jou en Allah, dan zijn het de eerste vier. De eerste vier. En als het gaat om zaken tussen jou en de andere mede-moslims, dan om jou ook hun rechten terug te geven. Dat moet jij in het wereldse doen voordat jij het wereldse leven gaat verlaten. Dat zijn de voorwaarden. En als een persoon
één van deze vijf voorwaarden niet nakomt, dan is er ook geen sprake van oprecht praal. Dan bestaat er geen toba. Dan zijn we, wal'a'adhu billah, aan het spotten met Allah subhanahu wa ta'ala. Al istihza' faqat. We zijn onszelf aan de maling aan het nemen. Of voor gek aan het houden. We verrichten de toba, maar welke toba? De voorwaarden zijn niet aanwezig. Dus er is ook geen sprake van toba, wal'a'adhu billah. En de laatste zaak, inshallah ta'ala, als men de toba verricht, weet dat Allah subhanahu wa ta'ala voor jou gaat houden. Dat zijn de vruchten, want men plukt in het wereldse. En ook in het hiernamaals. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, een mooi vers, prachtig vers. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Voorwaar. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de berouwvollen lief. Maar Allah subhanahu wa ta'ala zei, at-tawwabin. De geleerden hebben gezegd dat het hier gaat om een persoon die altijd constant de toba blijft verrichten. Niet één keer in zijn leven, één keer per maand. Nee, continu, constant. Wanneer men een zonde verricht, dat hij de toba gaat verrichten. Dan gaat Allah subhanahu wa ta'ala jou lief hebben. En als Allah subhanahu wa ta'ala jou lief gaat hebben, dat jij inshallah wa ta'ala zeker tot de welslagende zal behoren. Zowel in het wereld als in het hiernamaals. En ook dat Allah subhanahu wa ta'ala heel veel vreugde met jou zal hebben. Want de profeet sallallahu alaihi wasallam zegt in een mooie overlevering: Lallahu ashaddu farahan bi'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi wa alayha ta'amuhu wa sharabuhu fanfalatat minhu fa'aysa minha fa'ata shajaratan fadtaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi. فإذا فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. De vertaling. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt: voorwaar, Allah subhanahu wa ta'ala heeft meer vreugde voor een persoon die tauba verricht dan een persoon die met zijn rijdier of zijn kameel in een woestijn was. Of een woestijn trok. En vervolgens is hij zijn rijdier verloren. Terwijl op zijn rijdier zijn voedsel bevond en ook water bevond. Wat hij nodig heeft om te kunnen leven in de woestijn. En toen hij dat verloor, zei hij: ik ga maar in de schaduw van die boom plaatsnemen en liggen wachtend op de dood. Omdat hij geen hoop meer had om zijn rijdier terug te kunnen vinden. In een woestijn. Als je wat kwijtraakt, dan is het ook weg. Vervolgens, toen hij in het slapen was, stond plotseling zijn rijdier met zijn hoofd. Met de wil van Allah, subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Toen hij dat zag, zei hij tegen zijn Heer: O Allah, u bent mijn dienaar en ik ben uw Heer. Door de hevige vreugde wat hij had, heeft hij, wal'a'adhu billah, zo'n grote fout gemaakt, maar hij bedoelde dat niet. Onbewust heeft hij dat gezegd. Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Akhta'a min shiddat al-farah. Hij beging een fout door de hevige vreugde die hij had. Dus laten we zeggen, een persoon die had helemaal geen hoop dat hij nog zou leven. Dus de dood is bijna aangebroken. En vervolgens ziet hij de kans om toch te kunnen blijven. Dat hij nog gaat leven. Als een persoon dat zich kan voorstellen, dan is de vreugde wat een persoon had niet te beschrijven. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft meer vreugde voor een persoon die tauba verricht. Hij heeft hem lief. Hij is een geliefde persoon bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala ook jou leiden naar het goede. Jouw weg vergemakkelijken naar het goede, naar het paradijs. Maar dan moet jij wel de stappen ondernemen. Juist naar de zittingen van kennis gaan. Juist bepaalde godsdienstlessen volgen. Juist bij de goede mensen blijven. Bij de goede plaatsen blijven. En niet uitstellen. Niet alleen zijn. Als jij een persoon bent, wanneer je alleen bent, dat je alleen maar zonden gaat verrichten, zorg ervoor dat jij bij de vrome mensen blijft.
En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam: Qulli man turafiq, aqul laka man ant, aw man tukhalim. Zeg tegen mij met wie je omgaat, dan zal ik ook zeggen wat voor persoon je bent. Als jij met slechte mensen omgaat, met mensen omgaat die alleen maar zondes verrichten, kan ik ook zeggen dat jij zo'n persoon bent. Niet dat men gaat zeggen, ja, maar ik doe het niet. Ik ga wel met slechte mensen om, die stelen, roken, drinken, ontucht plegen, maar ik doe het niet. Heb jij wel een verstand? Heb jij wel hersens? Dat bestaat niet. Dat bestaat helemaal niet. Dus ga met goede mensen om. Die jou aansporen om het goede te verrichten. Om de gebeden aan de moskee te verrichten. Om jou hier tevreden te maken. Daar begint het mee. Niet dat men zegt, maar het zijn mijn vrienden van vroeger. Dat zijn mensen die met mij op school hebben gezeten. Dat zijn mijn neven, met dit, met dat. Het is hetgeen wat jou gaat schaden. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons te steunen, te helpen, zodat wij de toba gaan verrichten. En standvastigheid krijgen. En juist op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala, op het rechte pad blijven. Inna wa li dhalika al-qadru alayhi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.